Roep om actie, burgemeester, na dodelijke schietpartij. De Amsterdamse wijk Wittenburg is helemaal klaar met het geweld na de tweede dodelijke schietpartij in korte tijd. Het slachtoffer was ditmaal een 17-jarige stagiair van een buurtcentrum. Een jongen met een bijbaantje bij de VOMAR die per ongeluk lijkt te zijn geraakt. Bij mij in de studio misdaadverslaggever John van den Heuvel. John, welkom. Er is net eigenlijk vers van een naald een reactie gekomen van de driehoek. De burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politie. Ja. Rijkelijk laat vind ik wel hoor. Want als een schietpartij vrijdagavond plaatsvindt, moet het dan tot maandag eind van de dag duren voordat je eindelijk met een plan van aanpak komt. Maar goed, het plan is er nu. Het komt erop neer dat er een mobiele wijkpost in de buurt wordt gezet. Dus dat is zo'n, ja, zo'n politiebureautje op palen, ja, waar je dan eventueel naar binnen kunt lopen als je vragen of met de politie wil praten. Dat kan. Er komen extra agenten, er komen extra toezichthouders. Dus er komt een soort van buurtregisseur die rechtstreeks gaat rapporteren aan de burgemeester. Dus het lijkt erop dat de handdoek of de handschoen nu wel wordt opgepakt. Ja. Maar als gezegd, rijkelijk laat. Ja, daar was jij ook in de krant vanochtend vrij kritisch over, hè? Nou, op basis van gesprekken die ik gevoerd heb in de buurt. En ik denk op het moment dat er zo'n schietpartij plaatsvindt en er kinderen hebben moeten schuilen onder tafels en er zoveel paniek en ontreddering in die buurt was, dan moet je niet wachten tot maandag eind van de middag. Dan moet je eigenlijk op zaterdag moet je daar al zijn. En dan moet je mensen vasthouden. En dan moet je die verhalen aanhoren. En dan moet je in ieder geval je deelname betuigen. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt van nou, ik weet op dit moment ook nog niet precies wat er aan de hand is. Als burgemeester of als hoofd van de politie. Maar laat dan in ieder geval zien dat je betrokken bent. En ik vind dit een vrij lauwe, gevoelsarme reactie eerlijk gezegd. Genoeg verhalen in de buurt. Wij zijn vanmiddag eventjes wezen kijken. Ik vind het schrikwekkend. Ik ben niet bang hoor in deze buurt. Ik ben echt niet bang omdat ik hier geboren ben. Ik ken iedereen eigenlijk. Maar ik vind het zo jammer dat het in onze buurt gebeurt. Wat zou u nou graag willen? Dat de politie er wat aan gaat doen en de burgemeester. Het is erg wat er gebeurt. Het zijn geweldsincidenten en zijn uiteindelijk onderlinge afrekeningen. En ik blijf erbij dat het een hele fijne, leefbare buurt is. Ik voel me niet onveilig in de buurt. Maar zou je wel willen dat er bijvoorbeeld iets gebeurt vanuit de gemeente of de politie? Nou ja, bij mijn weten doet de politie genoeg. Ze rijden hier de hele dag en de hele avond in de ronde. Ik ben nog bij die bijeenkomst geweest in dat gebouwtje hierachter, een dag daarna. En er waren heel veel mensen uit deze buurt. En de moeder van de jongen die dus dood is geschoten, die heeft dus ook een toespraak gehouden. Hè? Dat men rekent op beveiligheid. Die jongen die liep de stage. Ja, die zal een bepaalde schoolopleiding volgen. En die loopt stage. Er valt natuurlijk heel wat te leren. En hij is begraven. Nou, het is verschrikkelijk. Dit had nooit mogen gebeuren natuurlijk. Ja, John, wij zijn toevallig wel samen in deze buurt geweest. Enerzijds echt nog een volksbuurt, anderzijds met hoe hip Amsterdam wordt, wordt het in sommige opzichten een steeds duurdere buurt. Dit geweld, dat je een buurtcentrum ingaat, jongens met bivakmutsen, waarschijnlijk een van de mensen met een Kalasjnikov. Het is bijna absurd hè, dat we het hier anno 2018 over hebben. Het is volkomen idioot gedrag, maar dat maakt het ook zo gevaarlijk en onvoorspelbaar. En het is heel lastig hier iets tegen te doen. Want moet je dan op een gegeven moment wapendetectie bij een buurthuis gaan zetten? Of moet je daar allerlei camera's of beveiligers gaan neerzetten? Dat is een hele moeilijke afweging. Wat je wel kunt constateren, dat die spanningen die er kennelijk al een tijd in die buurt zijn, want er zijn meer incidenten geweest, dat die niet goed in beeld of in kaart zijn. Dus hoe komt dat? Heeft de politie of hebben inlichtingendiensten wel voldoende informatieposities binnen zijn buurt? Is er een vertrouwensrelatie met mensen in die buurt die die informatie misschien wel hebben en die informatie ook willen delen? Hoe is het contact met die jongeren die daar in die buurt staan? Ik ben zelf die wijk in geweest en dan verbaasde het me eerlijk gezegd hoe makkelijk je toch met een aantal van die jongeren best wel in gesprek kunt en hoe openhartig ze ook zijn. Ja. Dus als ik dat kan of andere journalisten dat kunnen, dan moet de politie of andere overheidsdiensten moeten dat ook kunnen. Ja. Maar het belangrijkste is dat van bovenaf dat wordt aangegeven en dat ook wordt uitgestraald hoe belangrijk het is om hier tegen in het geweer te komen. En dan moet je dat heel serieus nemen als zoiets gebeurt. En dan moet je daar gewoon zijn op die plek. En dan moet je de verhalen aanhoren en dan moet je mensen een hart onder de riem steken. En dan moet je niet 4 dagen later nog eens met een verklaring gaan komen. Heel even kort, we weten niet wat daar gebeurd is. We weten dat er één jongen is, Gianni L.
Je ligt ook in het ziekenhuis. Die is al bij een eerdere schietpartij betrokken geweest. En je zou bijna intuïtief moeten denken van... het heeft met hem te maken. Ze zijn op zoek geweest naar hem, maar dat weten we niet zeker. Nee, dat weten we niet zeker. Nee. En het is natuurlijk wel frappant dat uitgerekend deze jongen... in een kort tijdsbestek dan twee keer door kogels wordt geraakt. De eerste keer... daar is de dader opgepakt en dat leek te maken te hebben met een diefstal van een scooter. Een scooter, ja. Ja, of hij in dit geval ook het doelwit was, dat staat toch helemaal niet vast. Wel staat vast dat het dodelijk slachtoffer, die 17-jarige Mohammed, dat die inderdaad op de verkeerde plek op het verkeerde moment was. En dat is buitengewoon triest. Ook al, wat jij ook al zegt, dat het niet voor het eerst is in die buurt dat er een vergismoord plaatsvindt. Nee. We hebben Stefan Egermond gehad uit mijn hoofd. Ja. Die daar ooit ook was op zoek naar een kopstuk waren ze van die Marokkaanse onderwereld daar op dat moment. Maar het zegt ook iets over de professionaliteit van de daders, over het ontbreken daarvan. Hè? Op het moment dat je zo'n aanslag zo slecht voorbereidt, dus je wil iemand van het leven beroven. Je denkt kennelijk of vermoedt kennelijk dat hij in een overvol buurthuis is. Ja. Dan ga je daar in het wilde weg in de rondte schieten met het grote risico dat je allerlei andere mensen raakt. Vervolgens ga je er vandoor, dan steek je de vluchtauto in brand en die auto brandt niet helemaal uit. Dus daar worden waarschijnlijk nog wel sporen in aangetroffen. Het zijn desperado's. Ja. Ze zijn levensgevaarlijk. Ze weten niet wat ze doen. On-Nederlands ook bijna. On-Nederlands. En ze maken daardoor ook nog eens hele grote fouten. Ja, de politie zit er volop. Volgens mij zitten er 30 man op de zaak. Ja. Denk jij, we weten natuurlijk nog niet zoveel, maar denk je genoeg aanknopingspunten voor een succesvol onderzoek? Ja, als er nu met heel veel mankracht aan wordt gewerkt aan het onderzoek en ze in ieder geval ook met heel veel mensen gaan spreken en hopelijk dat in combinatie met sporen, DNA-sporen of iets dergelijks die worden gevonden, ja, dan zou je kunnen zeggen dat er een best wel redelijke kans is dat deze zaak uiteindelijk wordt opgelost. Ja. Maar ja, er is inmiddels wel onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. Ja, burgemeester Van Aartje, interim burgemeester op dit moment, die komt wel naar de buurt toe, hè, nu. Dat is wel bekend geworden. Ik heb net contact gehad met zijn woordvoerder. Hij gaat morgen de ouders van deze jongen bezoeken, dodelijk slachtoffer bezoeken. En hij gaat ook met andere betrokkenen praten. En als gezegd dan dat plan van aanpak. Je kunt zeggen, beter laat dan nooit. Laten we daar dan maar even op houden. Maar ik hoop wel dat hij hier ook lering uit trekt. En dat hij moet beseffen dat als dit soort dingen in zijn stad spelen, dat hij er gewoon moet zijn. En niet 4 dagen moet wachten. Nee. John, bedankt voor je commentaar. Uiteraard blijf jij deze zaak voor ons volgen. Zeker. Bedankt voor je aanwezigheid hier. En voor het laatste nieuws over deze schietpartij, volg de Telegraaf hier, de krant en telegraaf.nl.